Hey, superleuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over WhatsApp marketing. Hoe jij alles uit WhatsApp kunt halen voor je marketing en sales. Dus uh, kijk, en doe maar mee. Hey, we gaan meteen beginnen. Je gaat naar je browser toe en je opent Web WhatsApp. Dan ga je naar web.whatsapp.com of je Googelt even net zo snel. En dan gaan we eerst even WhatsApp connecten vanaf je smartphone naar de desktop. Dus dan klik je op je WhatsApp app. Dan staat er koppel aan apparaat, daar klik je op. Dan scan je de QR-code. Dan wacht je even tot hij verbindt. En dan zit je in Web WhatsApp. En vanaf hier kan eigenlijk het feestje beginnen. Wat we gaan doen. We gaan heel je profiel vullen. En we gaan kijken hoe we eigenlijk met klanten kunnen communiceren via Web WhatsApp. Of via WhatsApp. Dan ga je naar profiel toe. Dus je komt hier. Dan ga je naar zit je in je chats En dan ga je naar de drie puntjes. En hier zie je eigenlijk heel je menu. Dus hier kun je een nieuwe groepen aanmaken, je profiel bewerken, catalogus maken. Dus eigenlijk een soort. Webshopje in je WhatsApp kun je, kun je maken. Je kunt berichten markeren, je kunt gaan werken met labels, instellingen en je kunt uitloggen. We beginnen even met profiel, dus daar klik je op en dan kom je in je eigen profiel. Deze ken je waarschijnlijk ongetwijfeld. En WhatsApp die ontwikkelt best wel snel door. Dus komen elke nieuwe functionaliteit en elke marketingmogelijkheden bij en salesmogelijkheden. En het wordt ook steeds meer geconnect aan Meta Business Suite. Dus je ziet dat Facebook, Instagram en WhatsApp steeds meer eigenlijk één worden. Hier ga je een profiel bewerken. En we beginnen eigenlijk bovenaan. Uh, dus hier kan je een profielfoto wijzigen. Nou dat gaan we even doen. Want stel voor dat we zeggen. Nou we willen hier bijvoorbeeld de Pix webshop promoten via WhatsApp. En met klanten communiceren. Wat we gaan doen. Dan gaan we eerst even naar Canva toe. Dus je klikt op je Canva account. Of je maakt een account aan. Ik log even in. En dan gaan we naar een ontwerp maken. En hierin wil ik eigenlijk gewoon een. Vierkant bericht. Dus ik kies even Instagram een bericht, Instagram bericht voor de afmetingen. En wat we hier willen is het logo in. En we willen dat rondmaken omdat het logo op WhatsApp ook rond is. Dus dan gaan we naar elementen toe. En dan klik je op lijsten. En dan klik je het rondje aan. Deze maken we iets groter even centreren en je kiest hier het logo of je uploadt het logo en deze doen we even downloaden. doen we even. Pics logo voor je profielfoto en die downloaden we en dan kiezen we een transparante achtergrond en die downloaden we. Dat is één. Dan gaan we deel 2 maken. Dan gaan we even terug. En dan kiezen we een liggende banner. Dus ik kies op een ontwerp maken. Ik kies even banner. Liggend. En ook hier maak ik weer een foto. Of ik kies een, een ontwerp wat ik zelf wil. In dit geval wil ik even de Pix-Banner erin zetten. Die staat al in de mediateek. En die zet ik even op maat. En als ik daarmee in klaar ben, zet ik die ook weer. Pix, Banner, WhatsApp, Achtergrond. Die download ik ook. Doe ik naar transparante achtergrond? Hoeft in dit geval niet, want het maakt niet zo heel veel uit. En die is ook gelukt. Die klik ik even weg. En dan klik ik alles van Canva even weg, want dat hebben we niet meer nodig. Dan gaan we terug naar onze web WhatsApp. En dan gaan we beginnen met het opmaken van het profiel. Je zit in je web WhatsApp of in je gewone WhatsApp en je gaat naar drie puntjes en je klikt op profiel. Dan kom je hier zo en dan klik je op profielfoto toevoegen. Doe je foto uploaden. Kom je in onze downloads en daar kies je je logo. Hier kun je hem nog kleiner maken, groter maken, je kunt hem slepen. Net zolang dat jij tevreden bent met je eigen. Profielfoto. En op het moment dat je tevreden bent, bevestig je dat. Tegenwoordig kun je hier ook een achtergrondfoto uploaden. Dat is echt super nieuw van WhatsApp. Maar dat kan alleen nog via je mobiel. Dus daar komen we straks even op terug. We gaan vrolijk verder met de volgende velden: omschrijving van bedrijf. Dus hier zetten we service Of laten we zeggen: sharing App en shop van. N Zeeuwse webshop, dan nog even een smiley achter, cameraatje, hier gaat die, dan doen we even die bevestigen, dan gaan we naar geen bedrijf, althans naar de categorieën, dat klopt niet, dus daar zit ook, wel, ook iets met foto in dit geval, uh, fotografie, camera en foto, doen we even opslaan, Bedrijfsadres, hier kun je een adres invoeren. Is in dit geval niet relevant, want we hebben het meer over een webshop. Maar ben je een lokaal bedrijf of wat voor organisatie ook, kun je dat natuurlijk hier doen. Dan gaan we naar openingstijden, klik je op potloodje. En hier heb je eigenlijk drie opties. Specifieke openingstijden, altijd open of op afspraak. Ook dit vul je weer in wat eigenlijk voor jou van toepassing is. Wij doen specifieke openingstijden en stel voor dat we zeggen, nou we zijn elke werkdag van 8 tot 6 open. Dan passen dat even aan. En op zondag zijn we dicht. En op zaterdag is het bijvoorbeeld van 9 tot 3. Even opslaan. Hier kan je trouwens ook op afspraak doen. Ik doe hem eerst even opslaan. En hier kan je ook naar op afspraak. Dus dat is ook wel handig. Stel voor dat je zegt van nou ik wil bijvoorbeeld elke dag alleen. Uh, of elke werkdag mag op afspraak. Behalve de zaterdag, dan vind je die uit. Stel voor dat je dat niet wil, of alleen specifieke openingstijden, hou je dat aan. Dus daar kan je nog even uit kiezen. In een webshop is het natuurlijk ook wel slim om te zeggen van, nou ik doe altijd open. Omdat je in feite bij een webshop altijd open kan zijn. Dan je e-mailadres. Dan je e-mailadres, dat is info.pix.nl. Weer even bevestigen. En je website is ook pix. En die bevestig je ook weer even. Hier kan je nog een website toevoegen. Dus daarvoor dat ik ook nog een link wil direct naar de shop, dan kan dat ook website toevoegen. Weer bevestigen. En zo ga je door. En dan kom je bij een van de leukste onderdelen, en dat is je producten. Daar ga je naartoe. Je kunt hier catalogus bekijken, op bewerken. Daar klik je op, en hier zie je het al: je hebt een nieuw item of nieuwe collectie toevoegen. Wij doen even nieuw item toevoegen. En dan zetten we hier zo: kiezen we bijvoorbeeld de Pix Mok. Gaan we toevoegen: Pix Zeeland Mok, wit, zwart. Prijs is bijvoorbeeld 14,95. En omschrijving is unieke Zeeuwse mok. Ook leuk om cadeau te geven. De link kan naar je webshop toe. Je kan natuurlijk meteen doorlinken naar het betreffende producten. Dat is nog slimmer. Ik doe het even in dit geval. Hou ik het even zo. En hier kan je nog een artikelcode toevoegen. En dan doen we het toevoegen aan catalogus. Dan doen we nog een nieuw item toevoegen. Dus stel voor dat we zeggen: Nou, we willen nog een uh, blauwe mok. Kiezen we die: Pix Zeeland Mok, wit, roze, blauw. Die is ook weer 14,95. Prachtige unieke mok. De link houden we hetzelfde. Itemcode is bijvoorbeeld 401. En ook deze sla je weer even op, je kunt trouwens ook meerdere foto's per product toevoegen. Wij houden het even zo. En hier gaan we even naar een nieuwe collectie toevoegen. En een collectie kan bijvoorbeeld zijn mokken. Dus stel voor dat ik zeg, nou daar hebben we losse producten. Dat zijn de mokken. Maar een collectie is dus mok. Heel simpel eigenlijk. Dan vind je aan welke. Producten daaronder vallen. Dus dan doen we even de mokken, die bevestigen. En dan zie je dat hij hiermee bezig is. Dat klokje staat ervoor dat hij nog goed gekeurd moet worden. En wij gaan even terug naar ons profiel. Nou, dan gaat het al ergens op lijken. En dan heb je hier nog je informatie en je telefoonnummer. En dit is echt je WhatsApp-status. Maar dat is ook wel belangrijk omdat mensen dat meteen kunnen zien. Dus hier zeg je bijvoorbeeld: uh, Pix, uh, de leukste Zeeuwse. Webshop. En hier kun je natuurlijk van alles zetten. Hier staat vaak bezig of bereikbaarheid of wat dan ook. Maar hier kun je marketingtechnisch natuurlijk ook gewoon iets leuks doen. Of bijvoorbeeld meeliften met je marketingacties. Dus stel voordat je elke maand een marketingactie hebt, kan je ook je WhatsApp daar natuurlijk op aanpassen. Dat je daar ook weer meer traffic of sales of nieuwe leads toch kan krijgen. Als je non-profit bent, kan dat trouwens ook. Dan gaan we even terug. En dan gaan we weer terug naar de drie puntjes en dan gaan we naar labels. Want in WhatsApp kun je eigenlijk al je klantgesprekken eigenlijk labelen. Zodat je steeds meer overzicht krijgt in je, eigenlijk je klantcontacten. En hier zie je dan al: nieuwe klant, nieuwe bestelling, wacht tot betaling, et cetera. Dit is heel erg geënt op een webshop. Hoeft natuurlijk niet. Dit kan je helemaal zelf ook, uh, ook invullen. Maar stel voor dat je zegt: van, Nou, ik wil een gesprek, wil ik bijvoorbeeld labelen. Dan gaan we even terug naar de webshop. En we gaan even een test doen met onszelf, dus dat is even grappig. Hier gaan we het product verzenden. Dan ga ik even naar mijn eigen account toe. Die verstuur ik. Nu komt het betreffende product dus even in onze eigen WhatsApp binnen. Dat ga ik je even laten zien. Dus hier zie je hem in onze eigen web WhatsApp. Communiceer ik nu met mezelf, is even raar, maar goed, je snapt het idee. En hier zie je dus ook wat de klant ziet. En stel voor dat je zegt van nou, dit is een soort klantgesprek, we doen het effectief. En ik wil dus labelen als een nieuwe bestelling of wat dan ook. Dan ga je hier naartoe, dus ga je in je, uh, in je conversatie, ga je naar dit driehoekje en dan kies je label bewerken. Daar klik je op en dan doe je deze, klik je op dat label icoontje en dan zeg je bijvoorbeeld nieuwe klant. Stel voor dat het een klantbestelling is, dan klik je op opslaan. En nu zie je dus als beheerder, ook al communiceren we nu even met onszelf, maar ik hoop dat je het idee stapt. Dat je dus eigenlijk met je klanten ook je conversaties meteen kunt labelen. En dan kun je ook weer kleurtjes toekennen. Dus stel voor dat je zegt van nou, alle lopende bestellingen of alle klachten, of alle vragen, of alle nieuwe leads, of wat dan ook. Dat je ook weer eigenlijk je, je marketing en je salesproces flow eigenlijk heel efficiënt en overzichtelijk in beeld heb letterlijk. Dus zo werkt ook weer het labelen van klanten of althans van conversaties. En daarmee kun je, vooral als je ook bijvoorbeeld een business account beheert met meerdere mensen, kun je ook weer heel snel eigenlijk je overzichten krijgen. En dan gaan we hier naar de drie puntjes en dan gaan we naar instellingen toe. Hier heb je meldingen, privacy, beveiliging, thema, chat, achtergrond, snelkoppeling, toetsbord en help. En dan gaan we even naar privacy toe. En hier kun je ook weer invullen wie wat van jou kan zien. Dus wie kan mijn persoonlijke gegevens zien? Dit kan je allemaal invullen. Dus bijvoorbeeld dat je profielfoto door iedereen gezien kan worden of alleen door contacten. Wij doen even iedereen, want het is gewoon een business account. Dan kan je informatie zien. Is hetzelfde? Zetten we ook op iedereen. Vul ook in wat voor jou van toepassing is. Dan heb je leesbewijzen, dus dat kun je doen. Um, dus dan kun je ook net als in je mail eigenlijk een leesbewijs toesturen. Nou, wij doen dat even niet, maar dat kan handig zijn voor bepaalde situaties. En dan gaan we terug. En hier heb je nog je meldingen. Dus je kan hier kun je ook je geluiden voor. We zitten nu in Web WhatsApp. Dus dat kun je echt voor deze specifieke situatie kun je dat inzetten. Dat je bijvoorbeeld zegt: Nou, ik wil mijn geluiden uit, Want stel voor dat ik in een presentatie zit en ik heb wel mijn Web WhatsApp aan. Wat dan ook. Dan kun je daar je geluiden uitzetten of aanzetten. En dan gaan we verder via mobiel. Dan kom je nu in je mobiel van WhatsApp en je ziet het al. Hier ziet het al weer wat anders uit dan je web WhatsApp. Dus hoe je het volgt is net naar jou, eh, naar gelang wat jij fijn vindt. Maar we gaan nu even naar bedrijfstools. Daar klik je op en hier zie je eigenlijk al een paar functionaliteiten die we net gezien hebben. Dus als je naar bedrijfsprofiel gaat, zie je hier alles wat we net hebben ingevuld. Alleen wat nieuw is dus, is je profielachtergrond. Dus dan klik je op deze ik kies foto. Hier zie je een foto. Deze kan je nog even groter of kleiner maken, wat jij wil. Ik zeg, deze is goed. En dan doe ik kies. En voilà. die is opgeslo opgeslagen. Hier check ik nog even of ik alles goed vind staan. Hier word ik wel blij van, dus dat laat ik zo staan. En hier zie je nog meer opties: je ziet catalogus, begroeting, afwezigheidsbericht en dergelijke. Catalogus, nou, die hebben we net gedaan. Dus hier zie je nog even de catalogus die je hebt gemaakt. De puzzels en de mokken. De puzzels had ik al gemaakt. En dan gaan we nog even naar catalogus. Die hebben we net ingevuld. Hier zie je dus je collecties. Puzzels hadden we al ingevuld. Had ik al gedaan. En mokken is dus, hebben we net samen gedaan. En als je bijvoorbeeld op mokken klikt. Dit is dus wat je klant te zien krijgt. En ga je naar de drie puntjes bovenin. Kun je bewerken. Je product. Je kunt hier foto's toevoegen. Je kunt alle velden kun je aanpassen. Of je kunt het ook tijdelijk verbergen. Of bijvoorbeeld verwijderen. Net wat jij fijn vindt. Dan gaan we weer even terug. En dan gaan we naar begroeting, want dat is ook een handige functionaliteit. En hier, deze kun je aan- of uitzetten. En hier kun je zeggen van, nou, ik wil bijvoorbeeld een begroeting. Dus iedereen die een WhatsApp-bericht stuurt, automatisch een berichtje sturen. Of daar een gradatie in kiezen. En dat is, vind ik eigenlijk wel heel fijn. Want stel voor dat je zegt, nou, ik wil dat iedereen die... Nieuw contact met mij opneemt, die krijgt automatisch een bericht. Of iedereen die nog niet in mijn adresboek staat, dus ook nieuwe klanten of nieuwe prospects of nieuwe connecties, of iedereen behalve een bepaalde doelgroep. Dus hier kun je al heel erg eigenlijk segmenteren in je communicatie. En wij zeggen bijvoorbeeld, nou iedereen die niet in mijn adresboek staat, die krijgt de volgende melding. Dan doen we deze tekst even weg. Super leuk. Dat je contact opneemt. We helpen je snel en graag. En dan doe je bewaar. Hier heb je ook nog een afwezigheidsbericht. Dus als je daarop klikt, kan je zeggen van ik wil bijvoorbeeld op aangepaste tijden dat doen. Dus op het moment dat ik buiten openingstijden, dan krijgen mensen altijd het volgende bericht. Bedankt voor uw bericht. We zijn momenteel niet aanwezig. Hier kun je ze ook doorverwijzen naar een ander kanaal. Dus als je zegt van goh, ik noem maar wat. Een ander kanaal is altijd open. Of ga altijd naar onze webshop. Of nou, noem maar op. Dan zet ik deze even uit. Maar je snapt het idee. Snelle antwoorden is ook een superhandige functionaliteit. Dan ga je naar het plusje. En dan zeg je bijvoorbeeld: ik noem maar wat met vriendelijke groet. Team Pix. Want stel voor dat je nou zegt, nou dat is leuk en aardig, maar ik heb geen zin om elke keer dat in te vullen. Dan ga je het zo doen en dan zeg je bijvoorbeeld als sneltoets doe je bijvoorbeeld Pix. Bewaar. En elke keer dus als ik Pix intoets, zie je dus meteen uh, de afsluiting. Dus een, dat gaat me ook gewoon heel veel tijd besparen. Dan labels, die hebben we eigenlijk net al besproken. Maar hier zie je dat dus. En hier kun je dus wel een nieuw label toevoegen. Dus je klikt op nieuw label toevoegen. En je doet bijvoorbeeld zo afgerond of zo nieuw. Bewaar. Op het moment dat je er eentje weg wil, doe je bewerk. En doe je verwijder label. En dan ben je weer klaar. Dan ga je even terug. En hier zo, ik zei het net al. WhatsApp is natuurlijk onderdeel van Meta geworden een paar jaar geleden. En je ziet dus dat Meta, Facebook, het oude Facebook, integreert steeds meer uh, uh, WhatsApp, Instagram en Facebook eigenlijk. En dat wordt steeds meer eigenlijk ook gecentraliseerd. Dus als je bijvoorbeeld naar adverteren op Facebook gaat, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: Nou, ik wil deze uh, advertentie maken. Ga door naar Facebook. Even koppelen. Dan zeg je ja, ik wil bijvoorbeeld mijn Facebook-pagina koppelen. Ik geef mijn Pix-pagina. Hier zeg je wat bevestigt je eigenlijk? Ja, dat willen we. Dat betekent ook dat de mensen die op de Facebookpagina van Pix komen dus contact met jou kunnen opnemen via WhatsApp. Dus dat is handig. Maar daarnaast kun je dus ook meteen adverteren. Dus dan ga je doorgaan met advertentie maken. En voilà, nu kun je dus meteen ook je betreffende product of bericht gaan sponsoren. Dus hier kun je alles invoeren hoe jij dat wil en mensen kunnen via WhatsApp dan direct contact met je opnemen. En hier kan je nu promoten. Ik sluit dit even af, maar dit is natuurlijk super handig dat je dat ook allemaal in één overzicht hebt. En hier zo, Facebook en Instagram ga je naartoe. Hier kun je je Facebook en je Instagram koppelen. We hadden net eigenlijk Facebook al geconnect. Ik heb hem heel even verwijderd om het even voor te doen. Dus hier ga je, volg je eigenlijk de stappen, kies je op ga door. Dan word je geconnect met je Facebook app. Dan Kies je de betreffende pagina. Hier zeg je WhatsApp koppelen. En voilà. Dit kun je ook doen vanuit je Meta Business Suite of vanuit je eigen Facebook-pagina. En vanuit je eigen Instagram-pagina. En dan beheer, ja, wordt het ook weer centraal beheerd, eigenlijk. En dan ga je even terug. En hier heb je de korte link. Dus op het moment dat je zegt: van Nou, ik wil eigenlijk mijn WhatsApp-account of profiel eigenlijk promoten of delen met klanten, kennissen, vrienden, Dan Kan je hier kopieer link doen. En dan kan je dat uh, delen in een bericht bijvoorbeeld. Je kan ook zeggen: Nou, hier doe je een bericht. Uh, hoi, uh, kijk eens naar deze shop. En dan kan je deze delen, dus dan ga je naar deel link. En dan kan je hem via airdrop doen, maar je kunt bijvoorbeeld ook via, bijvoorbeeld dat ik deze naar mijn moeder wil sturen, dan zeg ik, stuur door. En mijn moeder krijgt nu dit berichtje. Dan ga ik terug naar bedrijfstoels. En wat je onderin nog hebt, heb je ook nog een menu. Dus heb je status, gesprekken, camera, chats en instellingen. En stel voor dat je bijvoorbeeld ook een story wil maken via WhatsApp. Dus stel voor dat je een nieuw product hebt toegevoegd. Kun je dat daar ook weer promoten onder eigenlijk al jouw WhatsApp volgers, kennissen, connecties. Dus dan ga je naar status toe. Dan kies hier een foto. En stel voor dat je zegt van nou, ik doe even deze foto. Je zou hem eigenlijk staand moeten maken. Hier kan je hem nog inzoomen of uitzoomen. Je kan ook via Canva even een storyformaat kiezen. Maar hier kun je dan ook eigenlijk op alles op maat maken. Door bijvoorbeeld te zeggen: uh, Kijk eens in onze nieuwe webshop bijvoorbeeld. Op het moment dat ik greet zeg en ik klik op het blauwe icoontje, wordt die verstuurd. Dat doen we even niet. Maar dat is nog wel een hele leuke marketingoptie. Kortom, met WhatsApp kun je dus ontzettend veel voor je marketing en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden omdat direct messaging ontzettend populair is. Zowel voor non-profit, voor sales, voor dienstverlenende bedrijven, voor B2B, voor B2C, maakt eigenlijk niet uit. Het wordt alleen maar meer en intensiever. Dus doe je voordeel ermee. Mocht je een vraag hebben, hoor ik het heel erg graag. Heb je een opmerking, plaats hem gerust hieronder. En ik zou het onwijs leuk vinden als je even zou willen abonneren op zo'n zekere naam. Dankjewel!